creëren van leesplezier zorgt er alleen maar voor dat ze straks zoveel mogelijk zelf gaan lezen. En dus ook de leesontwikkeling verder kunnen bevorderen. Coco is een heel goed thema. Het behandelt bijvoorbeeld angst. Coco is heel bang van de hoogte en hij moet leren vliegen. Het doel is dat de kinderen geconcentreerd luisteren en dat is per leeftijd toch anders. Maar de woordenschat die ze opbouwen, de intonatie die jij gebruikt in jouw verhaal, dat een gil van Coco bijvoorbeeld, omdat hij bang is, niet per se hoeft te zijn dat zij daarvan bang moeten worden. Je maakt zelf het verhaal spannend en de kinderen zitten zo te kijken, je ziet ze denken en dan komen er verhalen van hun uit. Dat is leuk. In de zomer, dan noemen we het zomerleesfeest en dan hebben we het 5 keer in de gemeente Loon op Zand en Waalwijk. In elke vestiging van de Bibliotheek Midden-Brabant 1 keer. En na de zomervakantie, dan doen we het in verschillende vestigingen 1 keer per week of 1 keer in de maand. Meestal op de woensdagmiddag of ochtend.